Een houtkachel of open haard brengt natuurlijk net wat extra sfeer in huis en een beetje warmte. Maar de keerzijde is, je moet je schoorsteen heel goed onderhouden. En ik ben vandaag bij Ben. Hoi Ben. Hoi. We gaan jouw schoorsteen laten vegen vandaag. Ja, het is een jaar geleden, dus het is weer de hoogste tijd. Ieder jaar komt Rob de schoorsteen vegen. Je ziet, we zitten midden in een bos en daar zijn veel vogels. Dan krijg je allerlei ongeregeldheden in de schoorsteen. En dat betekent dat het echt nuttig is om ieder jaar de schoorsteen te vegen. Hallo. Alles goed? Ja. Nou, jij bent van Rookalert. Klopt. Fijn dat je er bent. Waarom moeten wij nou zo goed het onderhoud van de schoorsteen in de gaten houden? Schoorstenen die worden best wel steeds meer gebruikt. Veeg je ze niet. Het roet hecht zich steeds meer aan de schoorsteen vast. Het gaat op een gegeven moment ontbranden. Schoorsteen vliegt in de brand. Maar stel nou, de schoorsteen is geveegd en hij vliegt toch in de brand. In hoeverre ben ik dan verzekerd? Elke schoorsteenveger die laat sowieso een bewijs achter. Mocht er schade zijn, kan je altijd aantonen aan de verzekering dat hij geveegd is. Ben je absoluut ingedekt voor de verzekering. Wat gebeurt er allemaal bij het vegen van een schoorsteen? Het ligt eraan wat voor type schoorsteen het is. Of van boven vegen of van onderaf vegen. Er zijn verschillende types veegsets. De schoorsteen wordt geveegd. De kachel, CQ, open haard wordt uitgezogen. Dakgoten worden eventueel gereinigd. Vertrouw ik het niet, kan ik nog een camera-inspectie doen. Zo, dat is een hele hoop. Ik denk dat het tijd is om het dak op te gaan, of niet? We gaan het dak op. Deze schoorsteen is weer goed schoongeveegd, kan Ben er weer een jaartje tegenaan.